is Vlogmas Day 8. Goedemorgen allemaal. Ik ben echt net wakker. Niet normaal. Oh. Ik heb nog in zo'n lange tijd nog lang niet zo lekker geslapen als nu. Oh, het doet me echt even goed lekker slapen. Ik ben inmiddels wakker. Wekker is net afgegaan. Ik ga me zo aankleden en even douchen. En al dat soort dingen. En dan ga ik zo meteen naar school toe. En op school moet ik hard en dan ook echt hard gaan werken vandaag. Ik ben heel erg benieuwd, dus we gaan het doen. Ik heb er niet heel veel zin in. Oké, ik ben inmiddels klaar, maar kijk de lucht. Hoe mooi is dit? Het is toch prachtig? Dat vind ik nou echt een hele mooie lucht. Ik ben dus trouwens ook klaar, aangekleed en al. Vestje is van... Hoe komt deze vandaan? Volgens mij had deze toen een keer in aanmerking bij de Bas. En hij blijft nog steeds zo chill. Shirtje van de New Yorker. Broek van de Zenen. Schoenen van de Phoenix. En mijn standaard sieraden. En het oogschaduwpalet wat ik van Sinterklaas heb gehad. Blijf ik zo mooi vinden. Ik gebruik nou ook een oogschaduwkleur als eyeliner. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar ik vind hem echt heel erg mooi. Maar goed, ik ben in ieder geval dus helemaal klaar nu. Ik neem vandaag deze twee tassen mee. De tas die ik van Sinterklaas heb gehad. En deze tas voor mijn boeken. Want tegenwoordig, ik weet niet of ik het al een keer verteld heb. Maar tegenwoordig doe ik dus geen boeken meer in mijn schooltassen. Want ze scheuren echt allemaal finaal af. Dus ik doe het tegenwoordig gewoon lekker losdragen. En de merendeel laat ik het toch gewoon liggen in mijn kluisje. Dus dat is wat ik vandaag allemaal meeneem. En natuurlijk moet ik met deze tas voorzichtig zijn. Want hij kan natuurlijk zo afscheuren. En dat wil ik niet. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik vandaag bij heb. Ik zit er nu nog zo helemaal alleen. Werkstukbegeleiding. En ja, daarna kan ik hopelijk ook naar huis. Maar het is niet leuk dat de hele klas naar huis is en jij zit hier nog. Hopelijk het snel voorbij is. Ik kan ook lekker naar huis. Al een behoorlijk tijdje thuis. Het is inmiddels al behoorlijk wat later in de avond. Het is al bijna 9 uur. Ik heb inmiddels gegeten. Ik ben bezig met werk. Rio is al uit geweest. Die heb ik net al naar bed gedaan. En ik ben nu even alleen thuis. Mijn vader is even naar zijn zaak toe. En mijn moeder is bij mijn oma iets aan het doen. Maar ik weet totaal niet wat ik vandaag om me heb gefilmd. Het is zo'n ontzettende dramatische dag geweest. Echt niet normaal. Zo druk, zo chaotisch. Maar ik ben inmiddels vanmiddag thuisgekomen. Behoorlijk wat aan mijn werkstuk begonnen vandaag. De hoest is ook weer terug. Ik heb iets slecht nieuws gehad. Ik kwam mijn leraar naar me toe dat ze me volgende week al wil hebben. Dus ik moet binnen een week een werkstuk in elkaar gaan zetten. Plus dat ik zondag natuurlijk de hele dag niet ben. Maandag en dinsdag heb ik stage. Woensdagochtend heb ik stage. Het aquarium is uit. Morgen ben ik dan wel de hele dag vrij. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik ga morgen ook even gaan naar de kapper toe. Want zaterdag kan ik dat ook niet doen. Want zaterdag moet ik waarschijnlijk ook op Jesse passen. Dus het wordt een hele, hele drukke aankomende week. En dan ook nog deze video's editen. Oh jongens, ik dacht dat ik het zo makkelijk ging krijgen, maar ik heb het zo zwaar.
Ik moet nu dus nog doen een werkstuk, een heel nieuw werkstuk in elkaar zetten. Een presentatie voorbereiden voor volgende week, voor Nederlands. Ik moet nog stageopdrachten maken. Ik ben nu met een aantal stageopdrachten bezig. En ik moet er hierna nog 4 doen. Dus ik heb het zo druk. En ik ga het ook zo druk blijven houden. Het is niet zo dat ik denk van even een paar dingen afmaken en dan ben ik klaar. Nog zoveel doen. Ik heb het nu ook gewoon echt zwaar. Ik wil het gewoon allemaal niet meer. Ik ben echt van, joh, laat maar gewoon lekker gaan. Het boeit me allemaal niet. Ik stop ermee. Zo'n idee heb ik nu eigenlijk gewoon wel. Maar het ding is gewoon, je moet gewoon even volhouden. Even knallen. En over 2 weken is de kerstvakantie. Dan ben ik hier gewoon allemaal vanaf. Dus ja, we zien hoe het verder gaat lopen. Maar niet heel leuk nieuws. Nogal vervelend eigenlijk. Maar ja. Ik hoop dat het voor goed gaat komen. Dat is gewoon de hoofdzaak ook. Ik hoop dat het gewoon allemaal goed gaat komen. En allemaal oké. En ja, ik weet niet. Het kan trouwens ook zijn dat ik morgenochtend even skip. Dat ik morgenochtend even naar de kapper ga. En daarna ook hard ga werken. En in de middag pas gaan vloggen. Maar dat zullen jullie in de vlog van morgen allemaal zien hoe dat gaat lopen. Maar in ieder geval was dit de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vraag me nog steeds of wat ik allemaal heb gefilmd vandaag. Maar dat zullen we allemaal zien. Geef deze video een beluidempje omhoog. Voor alle nieuwe mensen, abonneer op mijn kanaal. Hier beneden. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog.